Tot nu toe hebben we in hoofdstuk 9 vooral gekeken naar Europa. Natuurlijk ging het over een wereldoorlog en een economische wereldcrisis, maar de kern van de problematiek lag dan toch iedere keer in Europa. Nu gaan we kijken naar Afrika en vooral naar Zuidoost-Azië. Maar opnieuw speelt Europa daarbij een belangrijke rol. We gaan namelijk kijken naar de vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme. Dit is vooral een politieke paragraaf, omdat men zich in de Europese koloniën gaat verzetten tegen de West-Europese bestuurders. Maar we zullen zien dat de oorzaken voor dat verzet ook economisch en cultureel van aard zijn. Eerst even een stapje terug in de tijd naar hoofdstuk 8. In paragraaf 8.6 hebben we gezien dat het moderne imperialisme op ging omzetten. Al die Europese landen probeerden een zo groot mogelijk rijk op te bouwen in Afrika en in Zuidoost-Azië, omdat dat hun meer prestige gaf, meer aanzien in de wereld en omdat ze er economisch van konden profiteren voor de opkomende industrie. En op deze manier raakte Afrika en Zuidoost-Azië grotendeels verdeeld onder de Europese mogendheden. En we zien in de jaren na de Eerste Wereldoorlog dat verzet in die koloniën toeneemt, en dat gebeurt met name hier, Zuidoost-Azië. En daar gaan we ons ook even op focussen. We gaan eens kijken waar dat verzet dan precies vandaan komt. In die landen zien we in de jaren 20 van de 20ste eeuw namelijk allerlei nationalistische bewegingen opkomen. Bewegingen die gingen strijden voor onafhankelijkheid van hun volk. Links zien we de leider van het verzet in Britse Indië, Mahatma Gandhi, en rechts zien we de leider van het verzet in Nederlands Indië, Sukarno. Zij staan beide aan het hoofd van de nationalistische beweging en we zullen nu eens even gaan kijken naar waarom zij nu zoveel aanhangers kregen in de jaren 20 en 30 van die 20ste eeuw. De jaren eigenlijk tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Zoals aan het begin van het filmpje al gezegd, er zijn verschillende oorzaken die in verschillende categorieën vallen. We hebben economische, politieke, culturele en internationale oorzaken. Eerst even de economie. Nou, je ja, had al gezien dat de moderne imperialisme, dat er sterke economische redenen achter zaten. Uh, de Europese landen wilden namelijk grondstoffen uit die kolonie halen en die konden die kolonie mooi gebruiken als afzetmarkt. En de bevolking in die kolonie kreeg dan ook steeds meer het idee dat ze economisch uitgebuit werden. Zij moesten producten verbouwen voor de Nederlanders of de Engelsen of de Fransen, net wie er de baas was, terwijl hun eigen oog soms mislukte. Dat zorgde voor een heleboel onvrede. Daarnaast kwam er in de jaren 30 een economische wereldcrisis. Daar hebben we het in paragraaf 9.2 al over gehad. En in die paragraaf wordt ook genoemd dat de westerse koloniën extra hard getroffen werden door deze crisis. Vanwege die crisis kochten de mensen uit de Europese moederlanden veel minder producten uit hun koloniën. En daardoor werden die koloniën extra hard getroffen. Nou ja, dat zorgde natuurlijk voor extra onvrede. En dat was een van de redenen waarom de nationalistische bewegingen al kwamen. Op politiek gebied hadden de inwoners van de koloniën nauwelijks inspraak. Hier en daar waren er wel bestuursorganen waarin de lokale bevolking vertegenwoordigd werd, zoals de zogenaamde Volksraad in Nederlands-Indië bijvoorbeeld, maar die hadden in de praktijk heel weinig te zeggen. De Europese machthebbers beslisten wat er in de koloniën gebeurde. Zij hadden het bestuur stevig in handen. Op cultureel gebied zien we dat het nationalisme in de koloniën heel sterk groeit. Er ontstaat een groeiend besef van nationaal bewustzijn. En de vraag is waar dat vandaan komt. Het stom is dat dat eigenlijk veroorzaakt wordt door de Europeanen zelf. Want wat gebeurt er namelijk? Uh, veel mensen uit de elite van een kolonie, bijvoorbeeld die Sukarno die we daar rechtsonder ook zien, die gaan in Europa naar school toe. Die gaan in Nederland of in Engeland of in Frankrijk naar de universiteit. En die krijgen daar allerlei ideeën mee over vrijheid en democratie. Zaken die in Europa heel gewoon werden gevonden, maar die de Europeanen in de koloniën niet in de praktijk brachten. En dat zette die elite aan het denken. Toen zij terugkwamen, wilden zij graag ook vrijheid en democratie in hun eigen land hebben. Daarnaast zien we ook dat vanaf het begin van de 20ste eeuw de Europese landen aan een soort van beschavingsoffensief beginnen in de koloniën. De Europese landen vinden dat ze de morele plicht hebben om de bevolking van de koloniën op te voeden. Daarom gaan ze allerlei scholen stichten. Daardoor leert de lokale bevolking steeds meer over zichzelf, over hun land. En dat zorgt er ook voor dat er een gevoel van nationale eenheid ontstaat. En dat draagt dus ook bij aan de groei van het nationalisme. En daarnaast is er ook nog een heel andere reden, die ik maar even in de categorie internationaal heb geplaatst. De twee grootmachten, Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, keren zich allebei scherp tegen het imperialisme van de Europese landen. Voor de communistische Sovjet-Unie. Was het imperialisme alleen maar een teken van de uitbuiting van het kapitalisme? En de Verenigde Staten, die waren vroeger zelf een kolonie geweest van Engeland. En die vonden dat ieder volk over zichzelf moest kunnen beschikken. Dat ieder volk vrij moest zijn en niet overheerst moest worden door een ander volk. Ook zij waren dus tegen het imperialisme. Nou, we zien dat verzet groeien. En dat verzet uit zich op verschillende manieren. We zullen eens even gaan kijken hoe het eraan toe gaat in de landen van de heren die we onderaan deze video zien. Eerst links naar het land van Gandhi, dat was Brits-Indië. Gandhi had een hele speciale manier van zich te verzetten tegen de Engelsen. Onder zijn leiding was er vooral sprake van geweldloos verzet tegen de Britten. Dan kun je dus denken aan stakingen en demonstraties, maar er werd nauwelijks geweld gebruikt door de Indiase nationalisten tegen de Engelsen. In Nederlands-Indië ging het er heel anders aan toe. Daar was er wel gewelddadig verzet en dat stond onder leiding van Sukarno. Helaas voor dat had het verzet weinig resultaat voor de Tweede Wereldoorlog. De Nederlanders hielden de touwtjes strak in handen, terwijl in Britse Indië het verzet zo groot werd dat Engelse Britse Indië al voor de Tweede Wereldoorlog enige mate van zelfbestuur gaven. Maar pas na de Tweede Wereldoorlog zien we de dekolonisatie echt plaatsvinden.